maar dit is top, gast. Oh. Ja, ik, weet je, ik heb wel echt gelijk weer trek. Dat klopt. Nu al. Wel Chinees, Aziatisch of ja, Japans. Geen Chinees. Nee. Even iets lekkers. Iets met kwaliteit. Kwaliteit. Grote vissen. We hebben al een keer kapsalon gegeten samen. Dat ja, was wel lekker. Ja, klopt. Maar kijk, nu willen we dat gaan doen. Denk ik. Zelfde formaat, maar dan gewoon echt kwaliteit. Kwaliteit sushi. Maar echt sushi. Ja. Kwaliteit sushi. Gaan we sushi doen? Ja, sowieso. We gaan wel even... We staan hier in dat mooie gladde Kaatsheuvel. Kaatsheuvel, ja. Maar goed, kijk, dan moet je wel weer kijken. Wil zo'n sushi tent ons helpen met de grootste sushi van Nederland maken? Nou, die kapsalon gingen was ook wel goed gelukt, hè? Ja, dat is zeker. Half van vijver was dat. Ja. Ik hoop dat hij een beetje voorraad heeft, want ik heb wel echt knijpertjes honger. Ja, ik ook. Volgens mij gaan we nu het centrum in van Kaatsheuvel. Ja, dan moet hij vast wel ergens een sushi tent zijn. Hey! Hier is hij! Ja. Maar nou, oké, dan weten we waar we moeten zijn. Ja, dan gaan we lekker naar binnen en dan gaan we kijken of we daar een vis kunnen slachten. Is hij wel open? Dat denk ik wel, toch? En anders dan zorgen dat het open is. Swipe op! Swipe op! Nou, goedemiddag! Goedemiddag! Zijn jullie open vandaag? We zijn vandaag speciaal voor jou geopend. Oh, is die vis ook voor jou? Is die vis voor ons? Deze visje staat klaar voor jou. Mag je dadelijk verleren, mag je kunstjes laten zien. Ik heb gehoord, je bent verleden vooral gesneden en gevist. Ja, zeker. Gevist en gefileerd. En ik kan bij jou ook. Jouw kunstjes bekijken. Dus we gaan het even kijken. Nou, we gaan even onze handen wassen en dan gaan we maar beginnen. Maar hoe groot denk je dat die wordt? Een sushi roll. Ja, want we willen hem wel echt next level. Ik denk zoiets. Ik weet het niet. We gaan het zo bekijken. Laten we het zo groot mogelijk gaan maken, jongens. Maak een jas uit, handen wassen, tanden poetsen en dan gaan we beginnen. Moet ik je laten zien hoe het moet? Moet ik uitleggen? Ja, doe maar even uitleggen. Ik snijd wel. Ja, nu is de kunst om hier langs die bot te snijden, zeg maar. Langs de bot? Ja, dus zo. Je ziet hier de bot. Zie je dat hier? Ja, dit is de bot. Ja, dus en dan moet je hem zo erin zetten. Zo. En een sneetje maken zo. Ja, en dan moet je langs de bot glijden. Langs de bot. Ja, mij lukt het. Kijk, ik zit langs de bot te glijden. Ik zit langs de bot te glijden. Oké, dit is het bot. Dat is een bot, ja. De botlijn. Zoveel mogelijk vlees meenemen. Zo, iets lager. Iets lager nog? Ja. Kijk, hier had ik nogal vlees in. Maar dan heb ik, maar dat gekraakt. Wat is dat gekraakt dan wat je hoort? Dat zijn de gaten. Oké. Dat zijn de gaten. Ja, soja. Top. Kom op, jongen. Ah, golden! Ja, gaat hem hier vast. Kijk uit dat ik er niet zo in je bij. Nou. Jij hebt het vaker gedaan. Ja, is het goed? Ja, niet slecht. Kijk eens dan. Wat een stuk, hè. En dan het stuk, volgende stuk, pak je hem hier. En dan met een mes een beetje naar boven. En dan ben ik dan. Dat je ook langs de bot glijdt. Luister even wat hij zei. Ja. Hij zegt dat je gaat te diep en hij zegt nee, is het toch goed. Wacht, wat moet hij doen? Hij moet niet te diep gaan. Ja, maar dus mijn vrouw zegt altijd dieper. Hoe vind je zelf dat het gaat? Dit is een beetje niet echt een scherp mes. Wat ligt het aan mij? Nou, als je hem niet scherp bent, dan pak ik even deze dingen. Oh, zeg dat nou niet, Saïd. Gaan we even scherp maken. Zo. Weet je hoe je weet als je scherp is? Je even langs je vinger halen. Als je hem zacht langs je vinger houdt, je kijkt of hij scherp is. Oh, zo heel scherp. Als jij die grap is maken. Ja, kijk. Ja, dit is het hoor. Nee, je gaat het verneuken. Dat is toch... Je weet niet wat je doet. Stop. 10 jaar ervaring, jongens. Nee. Je moet het naar boven glijden. Ja, dat doe ik altijd. Ik heb een hotelschool. Oh, kijk. Kijk. Hé, maar dat was het wel, hè? Wil jij hem even afmaken? Kijk die voor mij. Die voor mij ligt nog een beetje normaal bij. We gaan die van jou er ook even naast leggen, straks, ja? Moet je opletten. Wat is dit? Wat is dit, gauw? Dus een bultvis. Ja, maar dit gaan we nog wel even. Dat vind ik zo zonde. Ik heb nog nooit sushi zelf gemaakt, weet je dat? Jij wel? Nee, ik ook niet. Nee. En dit wordt de buitenkant van de sushi. Binnenkant. Je moet een beetje met liefde, een beetje met liefde verspreiden. Wacht, wordt het de buiten of de binnenkant nu? Dit is de binnenkant. Oh, oké. Je moet een beetje met liefde verspreiden, anders is het helemaal vast. Ik doe meestal altijd de liefde bedrijven. Nou, ik weet niet of je dat bij jou liefde kan doen. Wordt in Kaatsheuvel bereikt. Kaatsheuvel, joh. Kaatsheuvel. Hé, hey, je kaat van de heuvel. Slecht. We rollen de rolstoeltjes van de Kaatsheuvel. Oké, die was leuk. Nou, heb je nu iets zin? Jij maakt rijstpuree ervan. Dat is toch geen rijst meer, gast? Dit is toch gewoon goed? Ja, dat is puree. Dat is wel puree. Met liefde.
Ja, ik probeer echt mijn best te doen, jongens. Maar je moet het meer soort van een beetje met je vingers aantikken dan echt duwen. Kijk, nu snap ik hem. We gaan allemaal twee maken, maar we hebben wel erg gehoord, hoor. Gewoon nog een rij, hoor. Ik ga breken, man. Nee, man. Zeid weet dit, hè, want hij maakt elke dag sushi. Maar dus... weet je wat we doen? We doen er hier nog een velletje op, kan dat? Ik kan er nog een laag overheen doen. Ja, gaat hij sowieso niet breken. Gaan we doen. We gaan dit hele mat gaan we helemaal volgooien met ingrediënten. Oké. Okay. Yes. Gooien of leggen? Gewoon gooien, leggen, strooien. Gooien. Wat jij wil. Gooi, hè? Zo doen jullie dit. Hey, kom op, maak het nou niet zo vies. Je zit een beetje krap, dus ik gooi aardig wat krap ertussen. Ja, zie je, vind je zelf het gaaf. Ik vind dat, moet je eens kijken die felle kleuren, jongens. Hier word ik gewoon vrolijk van. Ja, ja, het ziet er wel mooi uit. Maar we moeten eigenlijk, elke sushi rol heeft een naam. Hey. Patat oorlog, sushi oorlog. Sushi oorlog, ja. Sushi oorlog. Oorlog sushi. Oorlog sushi. Beetje tata. Tada! Nou, maar eerlijk, je kan niet zeggen dat het een lelijke sushi is. Oh, het is lekker, hè? Oh, kijk dan jongens, dit is toch begin, top. Is het niet straks echt te veel dat het gewoon niet meer lekker smaakt, dat we alles door elkaar hebben gewoon? Eigenlijk is elke sushi in. Nee. Oh. Zo, het ziet er wel echt heel mooi uit. 15 kilo jongens. Denk je? 15 kilo aan rijst en gerechten, toch? Was het? Of werkt het niet? Ik denk, gaan we zo wegen. Als het genoeg is, kunnen we nog altijd, bijrollen. We gaan rollen! 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 Hij moet niet kapot. Okay, dus één hand aan de zijkant, één hand in het midden. Laten we het zo doen. Oké, doe eens. Doe. Oké. Niet te snel. Rollen. Rustig. Hij moet echt. Ja, je moet hem ook hier onder optillen, zeg maar. Ja. Dan moet het overheen. Wow, dit is top, jongen! Oh, hij scheurt, Wacht op. Hij blijft. Ja, lijmer. Zo, lijmer. Ja. Ze is net tegelen, jongens, nu. Oh, dit is satisfying. Hoppakee. Dat is hem dan. Wow. Zo gaan we. Oké. We zijn er. Dit is hem gewoon. We zijn er. Kijk dan, dit is wel next level, hoor. Hè. Zeg even. Til me eens op. Nee. Kijk nou uit. Kijk, wat, als je hem nu op hij gaat slaan, hoor. Pak een weegschaal. Hoppakee. Ja, konnichiwa. Oh, tyfus. Waarom niet? Jezus. Wow, god. Wow, 21,4. 21,4. 21,4, gast. Wow, gast, we hebben hem gewoon gemaakt. 21,4 kilo, gast. Ziek, hoor. Lekker. Lekker, man. Lekker, jongens. Goed bezig. Oké, en nu? Als ik niet zoveel gegeten had dan jij, was het 21,5. Zeg eerlijk. Ja, sowieso, ja. 100%. Oh, dit is top, gast! Wow! Zo! Kijk dan, hé! Dit is hard. Wow, dit is kunst, hè? Holy shit. Zo, hé! Kijk dan, jongens! Kijk, dit is toch top, gast? Oké, wat we gaan doen, ik ga nu naar buiten. Dat is heel druk. Iedereen staat netjes aan de overkant. Ik roep één voor één, roep ik ze naar hier, zeg maar. En dan krijgen ze mijn bakje. Oké, dames en heren, dit is het enige wat nog over is. Dus dit gaan we aan klanten geven die hier de bestelling op komen halen vandaag. Dus we gaan echt niks weggooien. Ja, misschien een komkommertje, maar nou, ik ga zo ook niet zonder. Nee, maar dit is wat het was. En, ik moet eerlijk zeggen, we hebben echt veel weggegeven hoor. Als dit het enige is nog... Ik denk dat dit nog 2 kilo is of zo. Ja, maar dit, zeg maar, dit gaan we gewoon weggeven aan alle mensen die ons komen afhalen. Ja, pak je mee. Dus ik ben helemaal blij, helemaal tevreden. En slaap. Ook een dikke SL aan hem. Yes. Echt topper is het. En, sushi koning, jongen, de chef. Ichi, 21. Kaatsheuvel.